VVD en GroenLinks Amersfoort mogelijk weer samen. En de laatste dag van IJspret. Goedenavond. U kijkt naar U Vandaag van zaterdag 26 januari. En het is dus vandaag de laatste dag dat schaatsliefhebbers het ijs op kunnen. En een heleboel mensen lieten die kans niet aan zich voorbij gaan. Op de Vuntusplas bij de Loosdrechtse Plassen wordt vanmiddag de baan voor het priksleeën klaargemaakt. Een vermoeiende bezigheid, dat priksleeën. Maar wat is het eigenlijk? Nou, priksleeën, dan heb je eerst een baan waar je ook met schaats op kunt. Dan heb je een slee. En daar zitten scherpe dingetjes onder, zodat je daarmee niet uitglijdt. En dan heb je stokken en dan moet je hem met die stokken afzetten. En dat ziet er dan ongeveer zo uit. De vader van Wesley werd vanochtend wakker en dacht eigenlijk maar aan één ding. Ja, laten we nog even de laatste dag meepakken dat we het ijs op kunnen. Want het is vermoedelijk toch wel na maandag afgelopen. Maar nu weer even ter zake. Hoe heeft Wesley het priksleeën eigenlijk gedaan? Nou, ik heb het goed gedaan, maar ik ging het doen. Alleen toen kwam ik tot de helft en toen ging ik alweer in de sneeuw. Dus toen dreef ik me eruit en ging ik verder. Ja, ja. Geen podiumplaats dus voor Wesley. Maar hij deed tenminste mee. En dat kan niet van iedereen gezegd worden. Ik ben bang dat het niet voor mij is weggelegd. Want het priksleeën, dat laat ik aan de jongens over. Ja, en morgen komt er dus een dooiaanval. De temperaturen stijgen volgende week naar maar liefst 10 graden. Er moet een einde komen aan de wilde speculaties in de zaak Mirjam Abakan. Dat vindt de Utrechtse advocaat Willem-Jan Ausma. Hij gaf daarom gisteren openheid van zaken in U Vandaag. Begin deze maand werd het 16-jarige meisje thuis doodgestoken. Haar moeder is hoofdverdachte. Het zou gaan om eerwraak. De liefdesrelatie van Mirjam zou het motief zijn geweest. En er is zelfs gezegd dat ze zwanger was. Dat is volgens Ausma allemaal niet aan de orde. De advocaat denkt dat normale gezinsproblemen langzaam maar zeker compleet uit de hand gelopen zijn. De moeder heeft dan ook enorme spijt van haar daad. Los van het ontzettende verdriet wat ze heeft, maakt ze zich nog steeds zorgen om hoe het met de rest van de familie gaat, in plaats van om zichzelf. Dat typeert haar heel erg. Ze heeft heel erg haar best gedaan om dit allemaal in goede banen te leiden. En ja, dat botste zo. En dan krijg je een situatie die je vaker ziet bij dit soort zaken, dat uiteindelijk het vat ontploft, zeg maar. En dan weet iemand niet meer wat hij op dat moment doet. Ja, in april staat de eerste zitting gepland. Weggebruikers moeten in het hele land rekening houden met gladheid. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor glijpartijen door sneeuwval of het opvriezen van het natte wegdek. Zondag begint het in het hele land definitief te dooien en ook dan zijn er risico's in het verkeer, want de dooi gaat gepaard met gladheid door sneeuw en vooral ijzel. De binnenstad van Utrecht moet veiliger worden door meer mensen boven winkels en bedrijven te laten wonen. Volgens de gemeente is er nu weinig sociale veiligheid in de binnenstad, omdat het er na sluitingstijd uitgestorven is. Veel winkels gebruiken maar een beperkt deel van de panden waar ze in zitten. De gemeente heeft een stichting opgericht die winkeliers moet adviseren en overtuigen om die lege verdiepingen om te bouwen tot woonruimte. Zwembad De Kromme Rijn in Utrecht is sinds vandaag weer open na een ingrijpende verbouwing. Het buitenbad heeft een dak gekregen dat in de zomer open kan. En de opening valt samen met de kwalificaties voor het Europees Jeugd Olympisch Festival. De eerste bioscoopfilm van Nijntje is vanaf vandaag als eerste in Utrecht te zien. Het debuut van de creatie van de Utrechtse tekenaar Dick Bruna heet simpelweg Nijntje de film. Bekende acteurs als Barry Atsma en Hanna Verboom nemen de stemmen voor hun rekening. En volgens de regisseur ademt de film de sfeer van de boekjes. Vanaf woensdag is de film ook in alle andere bioscopen te zien. Amersfoort heeft er misschien een mirakel bij. Want VVD en GroenLinks zitten weer om de tafel samen met D66 en de Partij van de Arbeid. En dat terwijl ruim een maand geleden de twee partijen met knallende ruzie uit elkaar zijn gegaan. VVD had geen vertrouwen meer in GroenLinks bij de onderhandelingen over de Westelijke Rondweg. VVD wil een tunnel, GroenLinks pertinent niet. Intussen doet de informateur een poging om een nieuwe coalitie te vormen, inclusief de ruziemakers VVD en GroenLinks. Volgens de fractievoorzitter van GroenLinks wilde de partij eerst niet met de VVD verder, maar heeft de partij ook een verantwoordelijkheid naar de stad toe.
Dat wil dus niet zeggen dat het gaat lukken, want we hebben altijd aangegeven dat wij een andere voorkeur hebben. En nogmaals, voor ons is de VVD heeft een actie richting ons uitgesproken, waardoor de boel geklapt is. Dus wij zitten daar ook ernstig mee. Het is nogal wat voorbehouden, maar wel dat wij inderdaad gezegd hebben, wij willen in gesprek omdat wij op zoek willen naar een oplossing voor de stad. Ja, GroenLinks doet hiermee een laatste poging om eruit te komen, omdat de partij belangrijk vindt dat er zo snel mogelijk een nieuw stadsbestuur komt. VVD wil, zolang de onderhandelingen lopen, niet reageren. Alle amateurwedstrijden dit weekend zijn afgelast door de Vrieskou, maar in de Eredivisie wordt wel gewoon gevoetbald. FC Utrecht gaat in de Eredivisie richting de top 5 en speelt morgen in de eigen Galgenwaard tegen Willem II. Deze stoeltjes moeten morgen helemaal schoon zijn voor de supporters in stadion Galgenwaard. Daarom wordt er met man en macht gewerkt om te zorgen dat iedereen lekker kan kijken naar FC Utrecht Willem II. Met de sneeuw die er gevallen is en het bevriezen van een trap, denk ik wel dat dat nodig is, ja. FC Utrecht traint vandaag gewoon buiten. Gisteren zijn ze binnengebleven in de sportschool. Nou, als je ziet hoe het veld erbij ligt, is eigenlijk gewoon, ja, iedereen heeft een beetje veel pijntjes en ja, het veld is gewoon te hard. Dus vandaar dat we het lekker binnen getraind hebben. En wel pittig natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen programma en ja, is prima. Je zou denken dat het voor FC Utrecht geen ramp is om iets minder hard te trainen. Want het gaat zo goed met de club. Nou, maar er moet wel getraind worden. We hebben nog krachttrainingen ertussendoor gedaan. Maar het gaat inderdaad prima, maar dat willen we wel vasthouden. En dan zal er toch ook getraind moeten worden. In het stadion zien we dat de fitte ploeg klaar is voor de aanval op de top 5. Morgen moet er gewonnen worden van nummer laatst Willem II. Ik denk dat we niet te makkelijk moeten denken. Helemaal niet ja, tegen de laagvliegers, om het zo maar even te zeggen. Ik denk dat we gewoon weer, net zoals elke wedstrijd, met een instelling van 100% moeten beginnen. En ja, gewoon die wedstrijd over die wedstrijd moeten winnen. Ik verwacht dat Willem II het speelveld heel klein zal houden en compact gaat spelen. Daarom hebben we ook deze week expres niet in het stadion getraind, omdat we toch het veld goed willen houden. Omdat we een hoge baltempo zullen moeten hanteren en Willem II onder druk proberen te houden. Tussen het voetbal door wordt er een hoop gepraat over spelers die mogelijk vertrekken. De transfermarkt is nog even open tot eind januari. Verdediger Dave Bulthuis zou in de belangstelling staan van Premier League clubs als Stoke City en Fulham. Ik ben natuurlijk gevleid door de interesses, maar ja. Mijn intentie is gewoon om bij Utrecht te blijven en ik hoop dat al die jongens, andere jongens, er ook zo over denken. Die andere jongens die ook genoemd worden? Ja, ja. Ik denk dat we goed bezig zijn en ja, als we Europa in gaan hebben we iedereen hard nodig. Maar ja, je weet nooit hoe het kan lopen. We weten dat er nog altijd iets kan gebeuren. Maar je hoopt het niet? Nee, ik hoop het niet, maar als het wel zo is, dan we kennen nogmaals de situatie van de club. Als het wel zo is, dan zullen we daarna moeten handelen. Ja, de wedstrijd begint morgen om 2:30 en is live te beluisteren op Radio M Utrecht. Dus u kunt lekker binnen blijven. En dat is ook wel nodig, want vanuit de nacht gaat het vanuit het westen licht regenen. De temperatuur is op of iets boven het vriespunt. En morgen overdag is er veel bewolking en valt er dus langere tijd regen. Binnen blijft weer dus. Later in de middag wordt het dan wel weer droog en loopt de temperatuur op tot 6 graden. Temperatuur is tijdens de avond morgen weer rond 4 graden. Dit was het voor nu. Meer nieuws op rtvutrecht.nl en op Radio M Utrecht. Bedankt voor het kijken en een heel prettig weekend. Dag!